Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering praten we met het buurtcomité Leefbaar Dijkveld. We praten met enkele leden over de veranderingen in hun woonwijk gezien de vele bedrijven. De leden zijn vooral tegen de komst van de vuilverbrandingsoven. Kijkt u mee. Goedendag mevrouw Marianne. We zijn hier in het resort Dijkveld waar de buurtcomité Leefbaar Dijkveld problemen ervaart met al de bedrijven die hier in de buurt zijn en ook bedrijven in ontwikkeling. Van waar het idee om te komen met de organisatie Leefbaar Dijkveld? Okay, Leefbaar Dijkveld is eigenlijk ontstaan uit onvrede. En het is eigenlijk begonnen met de plannen van Kuil Diep Singh om een waste management plant op te zetten. Er was zoveel onvrede bij de bevolking en ze hadden echt het gevoel dat ze niet serieus werden genomen door met name Kuil Diep Singh, maar ook de mensen ILACO die het ESIA-onderzoek deed, hadden we ook het gevoel dat we niet serieus werden genomen. Dus en uit die onvrede waren we steeds met een aantal mensen. En eigenlijk is vanzelfsprekend is daar onze organisatie uit voortgekomen. En ik heb het al een beetje gezegd, maar wat is het doel van deze organisatie? Wij zeggen altijd, we zijn niet tegen ontwikkeling. We zijn ook helemaal niet tegen de plannen die bedrijven hier hebben. Of die plannen die die mensen hier hebben om waste management plans op te zetten. Maar we zeggen wel, van dit is een woonwijk. Dit soort industrie hoort hier niet thuis. Dus we zeggen, zoek een plek waar je eigenlijk geen hinder veroorzaakt voor mensen. En ga daar je ding doen. Maar wij wonen hier al zoveel jaren en het is toch wel heel ernstig dat mensen dit wordt aangedaan. Kunt u ons uitleggen wat voor problemen de buurt ervaart met zoveel bedrijven eromheen? Ja, op dit moment ervaren wij heel veel overlast van geluid. Stof, hinder op in het verkeer. Als je goed kijkt naar de Churchillweg, zie je dat die weg helemaal vol loopt. En voorloopt met hele zware wagens. Het is levensgevaarlijk, met name voor kinderen, om over die weg bijvoorbeeld naar school te gaan. Dat kan eigenlijk niet meer. Het is heel gevaarlijk. Dus dat zijn de voornaamste plannen. Maar wat we dan nu gaan krijgen is dat bijvoorbeeld Kuil Diep Singh en ook de firma Kersten, die zijn dan voornemens om een vuilverbrandingsoven op te gaan zetten. En daar komt natuurlijk wel iets meer bij kijken dan alleen een kleine fabriek. Er is mogelijk, kan daar hele grote gevolgen uit voortkomen. En wij hebben het idee dat dat niet kan. U zegt, er kunnen grote gevolgen daaruit komen. Waaraan denken jullie? Uitstoot van toxische gassen, stoffen. Gevaar voor de gezondheid van de mensen. We hebben afgelopen vrijdag hebben wij een meeting met de mensen met Kersten gehad. En daar, die hebben dus heel duidelijk aangegeven dat er een toename van verkeer is. En u heeft gesproken over de weg die heel druk wordt, de Sir Winston Churchillweg. Is er geen rekening gehouden met schoolkinderen rond 8 uur en 1 uur? Nee, voor zover wij weten is er geen restrictie. En we zien het ook niet. Het is gewoon met name 's ochtends, het is af en toe echt verschrikkelijk. Dan zie ik die schoolkinderen aan die kant van die weg lopen. En dan vlak naast hem die hele grote trucks, die boomtrucks, die grote wagen van Kuil Diep Singh met al hun beton en hun stenen, grote cementwagens, een af- en aanrijden van zandauto's. En dan vlak daarnaast lopen die kinderen naar school. Echt, die krijgen kippenvel. Het lid Mohammed Ali Baks deelt zijn mening over de gevolgen van de vele bedrijven op Dijkveld. En hij vertelt in het kort wat het comité al heeft gedaan sinds 2018 om aandacht te vragen voor dit vraagstuk.
Meneer Ali Baks, wat heeft deze buurtorganisatie al kunnen doen om verandering in de situatie te brengen? Om te beginnen wil ik zeggen dat we in ieder geval vanaf 2018 bezig zijn om brieven te schrijven toen we hoorden dat Koeldiepzee een verbrandingsoven zou zetten. De afkomst daarvan was namelijk de vuil van de boorplatforms die dan gecollecteerd zouden worden en hier gebracht worden. En na onderzoek van ons bleek dat het ging om giftige en niet giftige stoffen die afgevoerd zouden worden hier om verbrand te worden. Toen hebben we ook een brief geschreven naar de toenmalige DC van Wanica, dat is mevrouw Hankers. De eerste brieven had ze niet beantwoord. Toen hebben we per deurwaardersexploot een brief aan haar toe. Toen heeft ze wel beantwoord dat ze zorgvuldig ernaar zal kijken om een vergunning te verlenen. Zoals zij heeft gezegd, hebben we niks tegen bedrijven. Maar er moet een soort van een balans zijn tussen win-win situatie en leven. Uiteraard zullen we wel stoffen hebben, andere geur en dingen. Maar de bedrijven moeten ook zorgen dat ze die last minimaliseren, toch? Door bijvoorbeeld filters te plaatsen, de wegen te verharden. En kijken waar de problemen zijn waardoor die geluid of stank overlast is. We hebben hier venster die cement maalt. Die veroorzaakt heel veel stof, vooral in die buurt. En ze doen niks. En jaren zitten we steeds. Dus nu lijkt het alsof wij in de maling worden genomen. En de beleidsmakers. Nu heb ik begrepen dat de minister van Rom een wetsvoorstel in elkaar heeft gemaakt en aangeboden aan het parlement of zal aanbieden aan het parlement voordat hij behandeld wordt, voordat die effect, dan zijn we misschien na de verkiezing al. Dus vandaar dat wij onze bezorgdheid uiten van wat er nu gebeurt, om dat alvast te minimaliseren en ten aanzien van die verbrandingsoven, die willen we helemaal niet in onze buurt. We hebben vrijdag vorige week een meeting gehad met die man van Kersen. En die heeft een presentatie verzorgd van, dan vraag je af, waarmee zijn we bezig? Hij laat een slice zien van een model verbrandingsoven van Trinidad, waar in de wijde omgeving niemand woont. En die man van Trinidad was er ook bij en die vertelde dat ongeveer 1,5 kilometer in de omgeving. Nou, waarom moet je dat hier vlakbij ons zetten, toch? Zo'n verbranding. Want als het daar niet moet, dan moet het ook niet hier kunnen, toch? Zet het ergens verder. En als je in je dingenpresentatie aangeeft dat het gaat om gevaarlijke en minder gevaarlijke stoffen, dan worden we wel een beetje angstig van, hé, hey, wij zijn buurt, misschien gaan we straks dood. Maar die kinderen, de kleinkinderen die opkomen, dan hoor je, het is een industrieterrein. De vraag is alleen, wat is de definitie van een industrieterrein? Mag alles daar? Gelden er geen wetten en regels voor een industriegebied? Ik denk dat die wetten en regels in het buitenland voor een industriegebied vele malen zwaarder zijn dan normaal. Maar hier hebben we niks. We hebben geen handhaving, we hebben geen wetten. Iedereen schuift, één normaal gaat naar de DC, één ik ga bij Nimos en ik ga. Dus dat soort dingen. En onze parlementariërs, daarover wil ik toch heel kort zeggen, dat ze in ieder geval geen aandacht hebben voor ons problemen. Het is al bijkans 4 jaar, we hebben geen enkele parlementariër hier in de buurt gezien. Die ons, ondanks dat ze weten dat er problemen zijn, ondanks dat we ze uitnodigen, verschijnen ze niet. Dus daarover hoeven we niet te rekenen dat we steun zullen. Dus vandaar dat wij zelf een buurtorganisatie, Leefbaar Dijkveld, hebben. Die gaan we binnenkort in een stichting zetten. Zodat we in de toekomst ook juridische stappen kunnen ondernemen tegen de bedrijven die nu al onze last bezorgen, toch? En wat vond u van die presentatie van Kersten afgelopen vrijdag? Dus de presentatie van Kersten is precies ongeveer de vorige presentaties van Kuldeep Singh, van Fabi. Fabi heeft ook gehad hier in het onderwijsgebouw. Dus er zijn 3 of 4 presentaties gehouden door verschillende bedrijven die menen een vergunning aan te vragen. En het is eigenlijk, de meesten hebben gebruik gemaakt van het rapport van ILACO, waarin die dingen staan geschreven en deze mensen hebben ook gezegd, ze hebben grotendeel gebruik gemaakt van de informatie van ILACO. En die informatie van ILACO geeft aan dat er reeds vervuiling heeft plaatsgevonden van de bodem, van water en luchtvervuiling, stofvervuiling. Ze hebben ook geconstateerd dat die geluid boven de maximaal van de WHO-norm van 70 decibel overschrijdt en vooral 's avonds.
De vraag is, als je toen al hebt geconstateerd en je hebt de mensen voorgesteld om niet hier in de maatregelen te treffen en na 3 jaar nog niks is gebeurd, het is erger geworden, dan wie geeft mij die garantie als er een verbranding over hier komt en er gebeurt wat, dat men maatregelen gaat treffen. Op de eerste plaats hebben we geen wetgeving, op de tweede plaats hebben we ook geen deskundigheid. We hebben geen handhavers. Wie gaat het handhaven? Als er iets misgaat met het milieu, moet iemand in staat zijn om boeten vast te leggen, toch? Zoals een milieupolitie of zo. Die dingen hebben we niet. Mijn probleem is, maak eerst wetgeving, regelgeving, voordat je de mensen een vergunning geeft voor het opzetten van een bedrijf. Heden ten dagen gaat men bij de DC en haalt men daar gewoon een acte of een bewijs van, hoe heet dat ding weer? Hinderwet. Een hinderwet is van 1929. De vraag is, is dat ding relevant, een wet van 1929, nu, 2024? In de hinderwet staan een aantal dingen. De vraag is, hoe gaat de DC controleren een stuk dat hij zelf heeft getekend? Of de bedrijven naleven. We hebben hier bedrijven die de hele dag timmeren met steen en allerlei toestanden. Die geluiden ver boven. En niemand kijkt er. Niemand is er die zogenaamd waakhond. Ja, waar zie je niemand ergens opereren? Nergens. Dus we zijn zo een beetje aan ons lot overgelaten. Waardoor wij een beetje naar elkaar kijken. En kijken hoe we zaken zelf kunnen regelen. Om publiciteit te geven. Als wij dingen zeggen en niet kunnen bewijzen, dan moet men met het tegendeel komen. Toch? Het is hoor en wederhoor. Je moet met argumenten komen als je iets zegt. Als ik zeg er is een hinderwet van 1929, dan moet men zelf dan gaan. Moeten wij nou werken met een wet van 1929, terwijl we vele bedrijven hebben gemoderniseerd, allerlei dingen zijn bijgekomen. Dus die wet past helemaal niet. En op basis van die wet worden er vergunningen verstrekt. Dan is dat toch niet relevant. Dus ik zou de minister van ROM vragen om in ieder geval voorlopig geen vergunningen te verstrekken aan niemand. Totdat de regelgeving niet in orde is. De infrastructuur, we hebben 1 weg hier. En ik denk niet dat openbare weg een 2e weg gaat projecteren hier. Er is geen ruimte ervoor toch? Wat moet je doen? Je geeft vergunningen, bedrijven komen. Waar gaan ze rijden? Alle wegen zijn hetzelfde en er is in ieder geval geen ruimte overgelaten voor nog een weg. Dat zijn de problemen waarmee we confronteren. Want ik hoorde ook in een projectie van Ilaco of zo dat het area onderzocht wordt tot Martin Luther King, de hele omgeving zo, Durga, de hele blok, industrie-area. De vraag is alleen maar industrie-area van op papier. Wat zijn de regelgevingen? Wat zijn de normen die moet je stellen aan een industriegebied? Wat doe je met de mensen die al daar wonen, geboren, getogen, met hun emotionele waarden en normen die... Ik heb dingen overgekomen van mijn vader. Ik heb een kamp hier gemaakt. Die emoties en dingen, dat was een koeienstal. Die heb ik overgenomen, gemaakt. Dus alles zeg je maar, ik die zomen moet niet gratis worden. En het probleem is namelijk dat men zo stiekem dingen doet, lijkt alsof ja, ze beschermen bepaalde mensen. Er is een bedrijfsplatform hier van alle bedrijven, toch? Met uitzondering van koolstofdioxide. En die bedrijfsvergunning werd geleid door Staatsolie. En dus zouden communiceren met de mensen hier. Met hier. Maar het is gewoon geprop. We horen niks meer van die platform van die bedrijven hier. En dat zou, als het actief was, een beetje helpen om zaken een beetje te reduceren. Toch? Want ze zouden onze klacht kunnen deboreren van, hey, die vlam is te hoog, kan je wat doen? De filter van je is waarschijnlijk verstopt. Of die geluid die s'avonds... Als s'avonds die truck die laat die dumpen, rijden ze met een vaart en dan slaat die achterklep keihard tegen de bak. En dan schrikken die kinderen soms s'avonds. En dat is niet goed. Praat met die chauffeur, dat is nog steeds bij, wanneer je dumpt, rij een beetje langzaam. En dan heb je niet die harde klep, toch? Trucks rijden op en neer met zand, met wees, steenslag. Zet een dekzeil erop, toch? Dan heb je een beetje minder last veroorzaakt. Je ziet zelf hoeveel steenslag gevallen is. Van tijd tot tijd moeten we zelf gaan bezemen om die straat, want die stenen bossen je band. Ja. Maar je kan nergens gaan. Gisteren heeft de DC een paar mensen gestuurd om onderzoek te plegen. We hebben ons verhaal verteld. En we kijken uit naar die...
Dus dat is onze zorgpunt. En de grootste zorgpunt van ons is die verbrandingsoever, waar men duidelijk heeft gezegd, het gaat om gevaarlijke spullen en niet gevaarlijke spullen. En uit informatie van ons blijkt ook dat atoomimpullen worden gebruikt in de mijnbouwsector. Bij minen van stoffen. En dat heb ik gelezen in een stuk van De Ware Tijd van een zekere Mohammed Hussein, die moet zijn kenner van een atoomgedeelte. En hij heeft ook aangegeven voor zijn geen lid van geen enkele organisatie die betrekking heeft met atoomdingen. Mocht er wat gebeuren, dan waar gaan we aankloppen. Dus die dingen kunnen mogelijk ook aan wal komen en verbrand worden. Toch? Want als men in de mijnbouwsector die ampullen gebruikt, en die straling weet men, in ieder geval iedereen wat een atoomstraling is. Toch? Dus vandaar dat die soort zaken ons ook een beetje huiverig maken van hey, wat op ons zal afkomen. Je hebt net aangehaald dat de DC mensen heeft gestuurd om onderzoek te doen. Maar heeft de DC zelf en deze buurtorganisatie al gehoord? We zijn geweest, coronatijd, en de DC heeft ons gehoord. We hebben alles stuk overlegd van ILACO en zo. En de DC zou ons bellen, dat had 2 weken de tijd gevraagd, maar we zijn al langer dan 2 jaar, we hebben niks meer van de DC gehoord. De vraag is, moeten we weer gaan bij de DC? En we waren met onze 4 coronatijd, we mochten maar met 2 mensen binnen. En dat is geen joke, dat is een waar verhaal. De DC die nu zit, dus hij kan niet ontkennen dat we niet zijn geweest. En ons heeft aangehoord, maar heeft ons nooit meer teruggekoppeld. We spraken ook met het lid Yitendra Calmero, die ingaat op de stoffen die vrij kunnen komen als er zo'n vuilverbrandingsoven komt op Dijkveld. Meneer Calmero, wat kunt u ons vertellen over de stoffen? Oké, dank u. Om over de stoffen te praten, kunnen we praten over giftige stoffen en niet-giftige stoffen. Wanneer we kijken naar de giftige stoffen, dan moeten we rekening houden dat het namelijk schadelijk zal zijn voor niet alleen milieu, maar ook voor de mensen in de omgeving. En dat is dan weer de kwestie van wie gaat daarop letten. Dus jaren terug is alle ECA opgesteld. In zo'n rapport kan iedereen namelijk nalezen wat de huidige situatie is en wat we kunnen verwachten. En belangrijk om mee te nemen daarbij is dat wat hebben ze gedaan tussen die meting en deze meting. En als je om je heen kijkt, we hoeven niet veel te zeggen. Het is jammer, maar er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. En daarom, wie geeft dan ons de garantie dat bij een komst van zo'n bedrijf men daadwerkelijk die toezicht gaat houden dat zaken goed zullen gaan? Dus dat is ons pijnpunt. Simpel voorbeeld, zwaveldioxide. Kleurloos, geurloos, schadelijk voor ieder. Hoe gaan we ermee om? We weten nu zelf niet eens of we echt zoveel stoffen in ons lichaam krijgen. Wie doet die meting? Wie gaat mij zeggen na 10 jaar als ik klop het af, als iemand ziek wordt, dat het niet daardoor komt? Dus we willen graag, zoals anderen al hebben aangegeven, dat de wetgeving wat aangepast wordt. Zodat we ook weten en kunnen rekenen op die toezicht, waardoor we zeker zijn van dat factor mens gewaarborgd wordt. En jullie hebben laatst een presentatie gehad van het bedrijf. Er is aangegeven dat een soortgelijk verbrandingsoven ook in het buitenland wordt gebruikt. Maar jullie hadden op- en aanmerkingen daarover. Kunt u ons meer inzicht daarover geven? Dat klopt. Een mooie presentatie. Ik zeg het altijd, we juichen ontwikkeling toe. Het is namelijk zo dat we niet tegen ontwikkeling zijn. Niemand is tegen ontwikkeling. We zijn een jong dynamisch land, we zijn nu opkomend, oil en gas sector, noem maar op. Maar, hou daarmee ook rekening dat onze wetgeving nog heel jong is. Dus vandaar ook de vraag dat als zaken worden aangepakt, dus dat we ook pro zijn voor deze zaken, en dat men ook rekening moet houden dat zulke zaken niet worden opgezet in een woonwijk. Wat is de definitie van een woonwijk? Vallen wij niet onder een woonwijk?
Is het dan terecht dat zoiets hier komt? Hoe gaan we ermee om? Wie gaat toezicht houden? Nogmaals, je ziet het. Ik herhaal elke keer het woordje toezicht, omdat het ontzettend belangrijk is. Je kan niet sollen met mensen hun gezondheid. Je kan niet sollen met niemands gezondheid. Je wil dat iets komt, zo goed als het kan, en dat mensen ook daar profijt bij hebben. Het moet een win-win situatie zijn. En ik zie het best wel gebeuren. Het kan gebeuren. En ze zijn al heel lang bezig met het plannen van zo'n bedrijf hier in, op Dijkveld. Tijdens de presentatie hebben jullie al een beeld gekregen van de mitigerende maatregelen die getroffen zullen worden? Ja, dat klopt. Dat was ook heel mooi. Elke keer als we zo'n rapport onder ogen krijgen, dan lezen we al wat er is, nogmaals, wat er al gaande is. En ook wat er zal bijkomen. En wanneer je kijkt naar die mitigerende maatregelen, simpelweg, laten we het houden bij verkeer. Ik weet niet of jullie voor het laatst nog hebben gereden over de oude weg naar Domburg. Maar een stuk is onbegaanbaar. Dus waar is die toezicht? Waar wordt er wat gedaan? Dus al die mitigerende maatregelen, het is mooi op papier, maar laten we ook echt eraan gaan werken. Ja, laten we ook echt eraan gaan werken. Als we het hebben over stof, vrachtwagens zonder dekzeil erbovenop, stof waait overal. Het zijn simpele dingetjes, makkelijke oplossingen, niet al te duur, iedereen kan ze toepassen. Laten we eraan werken. Laten we het zodanig doen dat een ieder voordeel aan heeft. Dat niet een bedrijf eronder hoeft te lijden, maar ook niet de bewoners van de buurt. Toch nog even over de stoffen. Heeft u een beeld over welke stoffen in de vrij zullen komen als zo'n verbrandingsoven hier wordt gebouwd en in gebruik wordt genomen? En wat voor effect deze stoffen kunnen hebben op de gezondheid van de mens? Ja, ik zei het al, zwaveldioxide. Het is heel schadelijk voor de luchtweg. Als u het even zelf googelt, gaat u ook zien dat een heleboel, dat zwaveldioxide ook ervoor zorgt voor astma en nog een paar chronische aandoeningen. Dus al met al, al deze stoffen kunnen kanker veroorzaken. We moeten er niet licht mee omgaan. En als u me zegt van zo'n systeem komt en ze gaan de filters continu verwisselen, wie gaat het natrekken? Wie gaat erop letten? Ik heb een hele lijst hier met al deze stoffen. Ik weet niet of we genoeg tijd hebben om daarop in te gaan. Maar ik wil vragen aan de mensen, als ik het zo mag zeggen, van zoek het rapport op, toch? Blader er doorheen. Het is heel mooi, heel keurig geschreven. Al die stoffen komen ook erin voor. Met een klein beetje Google kom je er wel uit. En dan zie je ook wat het kan doen. Wat het effect kan zijn op jou als persoon zelf, als je in aanraking komt met. Dus ik wil ook de mensen op het hart drukken. Ga ook even lezen. Ontzettend belangrijk. Stap naar iemand die die informatie heeft. U mag ook naar mij toe stappen. Ik vind het niet erg. Ik begrijp dat we een beetje in tijdnood zitten en dat ik niet alle stoffen kan opnoemen. Maar daarom doe ik ook die oproep. Dat jullie echt het rapport gaan bekijken. Een beetje googlen bijhalen, je stoffen onder de knie, even lezen wat de uitwerking ervan is, zodat je het ook weet wat het zal zijn op jouw gezondheid. En daarom zeg ik ook, dat stukje van waarborging, van toezicht, is ontzettend belangrijk. Nogmaals, geen probleem met bedrijvigheid, maar zorg ervoor dat je gezondheid voorop staat, want je gezondheid is niet te koop. Het lid Marianne Schuitema vertelt wat het comité al heeft gedaan om de plannen van de bedrijven op Dijkveld te demotiveren, gezien het hier gaat om een woonweek. Het begint eigenlijk niet bij ons, het begint bij de Resortraad Houttuin. 28 december 2019 heeft de Resortraad een brief geschreven aan de DR, waarin ze negatief advies uitbrengen. Kuldumsing was bij hun geweest met het plan wat ze hadden. En die hebben toen al een negatief advies gehad van ga dit ding niet doen. Ze hebben het toch voortgezet. Dan
is meneer Ali Baks begonnen met brieven schrijven. Hij heeft 400 handtekeningen opgehaald. Die heeft hij bijgevoegd bij die brief. Even kijken, als u wilt zien. Kijk, ziet u hier een voorbeeld van al die brieven. U weet inmiddels dat er niet geantwoord is op die brief. Dan is er een tweede brief naar de DC gegaan. Met deurwaarders exploot. Oké, toen kregen we dan die brief terug met één zinnetje. Ik zal er zorgvuldig naar kijken en u hoort van ons. Nooit meer wat gehoord. Oké, dan hebben wij een gesprek gehad met het NIMOS. Daar was de buurt goed vertegenwoordigd. Als u wilt weten wie er allemaal aanwezig waren. Ik heb de notulen, ik heb de lijsten. U kunt het bij mij komen vragen. NIMOS, die heeft daar een heel verhaal verteld. En onze conclusie, natuurlijk zijn we wel bevooroordeeld, daar zijn we heel eerlijk over. Maar de directeur van NIMOS die had wat plannen voor onderzoek en zo. En wij hadden dan kanttekeningen van of de manier van onderzoek wel de juiste was. Want wij zeiden van digitaal onderzoeken via internet bij een gemeenschap als Dijkveld vonden we niet zo verstandig. Ga huis, hou je onderzoek, vraag de mensen. Dat komt er beter uit. En het antwoord van de directeur toen ter tijd was, als jullie niet meewerken, dan krijgen jullie een verbrandingsoven. Klaar. Hij was uitgepraat met ons. Dus dat was eigenlijk ook een beetje de tendens van die vergadering. Zo van, heel op de hand van de mensen van die het onderzoek hadden gepleegd. Zo hebben wij het tenminste ervaren. Dat was in 2020, denk ik. Of 2021. Ik moet even kijken hoor. 2020. Goed. Dan komt er een nieuw kabinet. Dan zijn de vertegenwoordigers van de DNA, mevrouw Mangere, meneer Avian Kooi en nog twee collega's van hun, die zijn bij ons geweest. Mutarbat. En Mohab Ali. Ja, meneer Mohab Ali. Die zijn bij geweest, die hebben ons gehoord. We hebben alles wat wij aan rapportage, aan notulen, alles hebben we voor mevrouw Mangere gestuurd. En ze heeft ons geantwoord dat ze het heel serieus nam. Ze zou het bespreken en ze was het met ons eens. De opzet en de plannen zoals ze daar lagen waren niet geschikt voor Dijkveld. Nooit meer wat van mevrouw Mangere gehoord. We hebben haar natuurlijk wel aangeschreven van wat er bouwt. Maar eigenlijk hebben we ook nooit echt daar weer iets op gehoord. Oké, dan zijn we brieven gaan schrijven in 2023. We hebben ondertussen wel het een en ander gedaan, maar ja, niet zo heel hard gevochten op dat moment. Maar in 2000, want het was ook coronatijd toch, we konden niet zo heel veel uithalen. Dus in 2023 hebben we verzoeken geschreven aan meneer B, aan de minister Dasai en aan minister Kuldemsing om met het verzoek ontvangen te worden. En we zijn door alle drie ontvangen, waren we heel blij om. Meneer B was heel kort, hij zegt, je kan alleen iets bereiken als je een rechtszaak aanspant. Maar ons probleem is, als we bij meneer Dasai zijn, de minister, dan vragen we, weet u of Kuldemsing al een vergunning heeft? Want het lijkt wel alsof het geheim is of die mensen wel of niet een vergunning hebben. Hij kon het ons niet vertellen. Onze vraag van welke vergunning moet hij hebben, zelfs dat kon hij ons niet vertellen. Hij had wel een klachtencommissie onder leiding van mevrouw Serp. Zij zou onderzoek doen. 14 dagen kreeg ze daarvoor de tijd en dan zouden we horen wat daar allemaal uitkomt. Hoe ver Kuldemsing was, hoe het zat met eigenlijk de industrie hier op Dijkveld. En het zou worden onderzocht, 14 dagen. Goed, ik heb dat constant, heb ik daar vinger aan de pols gehouden. Ook mevrouw Serk moest alle stukken van ons hebben, heeft ze ook gekregen. En juli werd augustus. En 6 september mochten we dan komen. En toen dachten we, oké, we krijgen te horen wat de uitkomst is van het onderzoek. Welke vergunningen zijn verstrekt en dergelijke. Werden we gehoord als partner, als eigenlijk ja, belanghebbende in het onderzoek. En er was niets van een uitslag. Oké, goed, we waren teleurgesteld.
En dan vragen we, wanneer horen we dan meer? Oké, het is vakantietijd, we tillen het naar begin oktober, afgesproken. Dan hou ik weer vinger aan de pols en dan in de laatste week van oktober mail ik weer met mevrouw Serp, what about? Ja, je gaat horen en dat moet via de minister lopen. Oké, tot nu. We hebben minister Desai al via een tussenpersoon, denk al zeker 6-7 keer gevraagd wanneer worden wij uitgenodigd om te horen wat dat onderzoek heeft opgeleverd. En we worden eigenlijk elke keer met een kleintje in het riet gestuurd. Minister antwoordt eigenlijk nietszeggend. Goed, tot zover dan minister Desai. Dan gaan we naar mevrouw Kurdup Singh van Economische Zaken. Van heeft u vergunning? Eigenlijk de vraag, hebben jullie vergunning aan Kurdup Singh gegeven? We zijn, daar zijn we gehoord door directeur ondernemerschap mevrouw Matura. En zij vond het ook een hele ernstige zaak. En ze wilde dan eigenlijk een cluster van ter zake doende mensen bij elkaar roepen om te kijken van hoe kunnen we dit op een juiste manier op inspelen. Goed, we hebben dan een verslag van het gesprek gekregen en nooit meer iets gehoord. Dus dat schiet niet heel erg op. Dus eigenlijk het enige wat we nu nog kunnen doen is zien dat geld bij elkaar te schrapen en een rechtszaak beginnen. Maar als wij geen antwoord krijgen wat op dit moment de huidige activiteiten zijn van die bedrijven, als ze niet begonnen zijn, ze hebben geen vergunning gehad, waar gaan we tegen procederen? Alleen tegen plannen. Dus we moeten die informatie van de overheid hebben. En we dachten altijd dat de overheid transparant moest zijn. Dat er een wet is op openbaarheid van bestuur. Maar in dit geval lijkt het niet zo te zijn. Want wat we ook vragen, we krijgen geen antwoord. En dat vinden we toch wel heel teleurstellend. Dus dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen tot nu. Wat is jullie verwachting op dit moment? De overheid die moet in ieder geval identificeren waar in Suriname ruimte is voor industrie. Waar is een woongebied? Waar is recreatiegebied? Dat moet allemaal in case in place worden gebracht. En wat ook moet komen is dat de instanties zoals de handhavers van de wet, dat die ook serieus hun werk gaan doen. Maar op dit moment als iemand een brommer nodig heeft, dan gaat hij niet meer controleren. Dan gaat hij voor die brommer. Laten we maar gewoon heel eerlijk zeggen zoals het is. Klinkt een beetje vervelend, maar... En misschien mag ik het niet zeggen, maar ik denk wel dat het zo werkt. En het is natuurlijk ook wat te begrijpen, maar het is niet juist. Dus en ja, we hebben het al verschillende malen. De wet wordt niet gehandhaafd in dit land. Dus daar kunnen we op dit moment niet op rekenen. Maar we kunnen wel... We mogen wel van de overheid verwachten dat het zover komt dat we er wel op mogen rekenen. En daar moet naartoe gewerkt worden. En dat verwachten we op dit moment van onze overheid. Zo kijkers, met de woorden van mevrouw Schuitema zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. De leden hebben aangegeven waarom ze geen voorstander zijn van de vuilverbrandingsoven op Dijkveld. Ook vragen ze dringende aandacht van de regering om Dijkveld leefbaar te houden. Dat was het voor deze keer. We zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.